Hallo en welkom bij Pulse Model Train Stuff. In een vorige aflevering heb ik laten zien hoe ik de lichtgeleiders van deze heb gerepareerd. En je zag ook in die aflevering waar ik ook een kaartje zal plaatsen, ik denk hier, dat er niet zo mooi witte licht uitkomt. Dus ik heb nu het werk van de vorige eigenaar geprobeerd verder af te maken. Zo, even wat dingen pakken. Dit is de oude lichtgeleider die ik gemaakt had. En dit is waar ik mee bezig ben. Wat ik gedaan heb is, hier is al heel veel aan geschaafd en gedaan. En ik heb dat een beetje groter gemaakt, aan de andere kant in ieder geval. Zo, en daar heb ik, kijken, zo, de 2 mm warme LED's die ik vaker gebruik voor gepakt. En zeker hier in deze, in het grote gat aan de ene kant past die vrij makkelijk, aan de andere kant moet je een beetje wat wegknippen, maar kun je hem uiteindelijk ook inklemmen. Nou, dat heb ik gedaan aan deze kant. Zo. En hier, de lijm is nog aan het drogen. Die heb ik hier dus ingezet. Ik heb de lange pootjes aan elkaar verbonden en de korte pootjes aan elkaar verbonden. De lange zit een blauwe draad aan. En die blauwe draad die gaat naar. Nou, eens even kijken hoe kan ik dat het beste laten zien. Hier onderin. Zo, daar zit een duidelijke strip metaal. Dat is waar de blauwe draad van de decoder uiteindelijk naartoe gaat. Dat is makkelijk. De witte daarentegen. Zo, eventjes wat vastzetten. Voor ik mijn schroeven kwijt ben. De witte draad zit hier aan de zijkant van de LED. Vervolgens heb ik de LED, laat ik zeggen, uitgeschakeld. Ik heb geprobeerd hem los te maken, dat lukt niet. Dus ik heb het uiteindelijk met een tang beschadigd, zodat hij het niet meer doet. Anders gaat deze nog steeds branden in je lok. En zijn deze allebei een beetje minder fel. Nou, het idee is dus dat dit dadelijk hier zo terecht komt. Waar die normaal gesproken ook zit. En de lichtgeleiders waar ik allemaal mee bezig ben geweest, deze, die ga ik, ben er dan toch mee bezig, nog een setje mee vast van maken. Misschien heb ik nog wat losse dingen. Maar in ieder geval, dit gaat hier zo onderdoor en dan naar buiten toe. Het zou fijn zijn geweest als dit met 1 LED komt, maar met 2 is het gewoon heel veel makkelijker. Dus met 2 LED's op deze manier lichtgeleiders naar buiten toe, die komen hier naar buiten. En dan is het alleen met het openmaken een beetje, je moet wat speling hebben om dit uit de kap te halen. Maar verder verwacht ik dat ik daarna een heel mooi warm wit licht heb. Ik ga dit nu laten drogen en ik kom zo terug dat in ieder geval dit droog is en hopelijk ik de lichtgeleiders klaar heb. Verlichting zit erin. Ik heb hem even losgesoldeerd van de rest van de trein, zodat ik makkelijker met deze lichtgeleiders kon gaan werken. Ze zitten een beetje heel erg scheef naar de buitenkant. Dat is ook een beetje hoe de verhoudingen zitten tussen deze lichtgeleider doorlaten en de buitenkant. Ik hoop dat dat niet al te veel effect geeft dadelijk, dat hij scheel lijkt. Ik moet deze draden terugzetten. Draden hier terug opzetten. En daarna kan alles dicht en kan ik laten zien hoe het geworden is. Dat zal ook het einde zijn van deze aflevering. Dus bedankt voor het kijken.
Like, subscribe, laat berichten achter en tot een volgende keer. Dit zijn de nieuwe verlichting. Ze zijn voor mij, als ik naar kijk, warmer wit dan op de camera. Dit zijn de oude verlichting. En ook als ik nu terug ga, zul je zien, hier de rode verlichting doet het natuurlijk nog. Tot zover. Dankjewel en tot de volgende keer.